een heel mooi moment, omdat is een vrouw en komt uit het land waar onze voorouders vandaan kwamen. En het is in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Dus een heel mooi moment dat zo'n functionaris president Suriname bezoekt. En juist op een moment wat ook heel erg belangrijk is voor Suriname. Het is een dag om te reflecteren, het is een dag om dankbaar te zijn, maar het is ook een dag om te celebreren. Het is een dag om te vieren dat we er zijn, dat we hier op dit punt zijn gekomen en dit moeten kunnen meemaken en dat we dit meegeven aan de generaties. Dat betekent ook verrijking van onze cultuur, dat we moeten behouden en dat we moeten meegeven aan de jongeren. Mooi moment vandaag. Ja, zeker. Historisch ook, omdat het natuurlijk in een kort tijdsbestrag twee presidenten van een van de grootste landen in de wereld hier zijn. Dus het is een mooi moment. Het gebeurt ook op een moment waarop we een aantal zaken te vieren hebben in het land. 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Dus we zijn blij. Het weer valt niet helemaal mee. Maar desondanks hebben we alles netjes kunnen afronden. Zoals we het horen bij een ontvangst van een president van een grote natie. En hetzelfde geldt voor een kleine natie.